Sorry, ik kan echt niet stoppen met lachen, want ik vind dit dus echt een groot avontuur. Oeh, dit gaat helemaal niet goed. Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe Action video. Ik ben Marloes en ik heb een eigen budgetblog. En ik ben er ook dit jaar weer bij om video's te maken voor Action. Superleuk, dus als jij dat ook leuk vindt, doe alvast een duimpje omhoog. Het leek Action leuk dat ik vandaag aan het schilderen ga. Nou jongens, ik kan je vertellen... Ik ben echt niet zo'n creatief persoon. Misschien wel met andere dingen, maar niet met de kwasten. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ik hiervan ga creëren. Ik heb een videootje hiernaast, zodat ik even een bobrosje ga doen. Ik vind het leuk als je met me meedoet op een papiertje, op een oud dienblad of bijvoorbeeld op zo'n mooi hout plateau. Ik heb er in ieder geval niet heel erg veel vertrouwen in, maar ik hoop dat het iets prachtigs gaat worden. Ik heb in ieder geval een voorbeeld en laten we gaan beginnen. Wat ga ik schilderen? Een winters landschap. Sorry, ik kan echt niet stoppen met lachen, want ik vind dit dus echt een groot avontuur. Dit meen je niet. The joy of painting bobbles. De video die ik volg, die staat dus hier in de beschrijving. Dus ik zou het super leuk vinden als je nu met me meedoet of misschien op een later moment. Het is natuurlijk wel echt een bezigheid voor een knusse middag thuis. Unorthodox brushes. And in each program I'll try to show you how easy it is to paint and how much fun you can have doing it. Oké, Bob Ross gaat mij laten zien hoe makkelijk het is en hoe leuk het is. Nou, ik ben echt heel benieuwd, Bob. Hij heeft helemaal niet gezegd wat voor kleuren ik nu nodig heb. Kritiekpuntje voor Bob. Hij is gewoon begonnen. Hij zegt, nou, ik ga je meenemen, maar... Waar is mijn palet met schilderpalet eigenlijk? Oh, dit ding! Oeh, sorry, had ik even gemist. Dit... Oké, hij heeft in ieder geval geel. Oké, bruin, geel. Zover ben ik wel. Rood en wit. De beste man gaat gewoon helemaal los gelijk met de palet. Ik ben helemaal in paniek al. Jongens, ik ben echt zenuwachtig voor deze video. Een beetje praten en dingetjes uitpakken, dat kan ik wel. Maar schilderen, dat was niet echt helemaal mijn talent. Nou, vriend Bob heeft dus best wel een grote kwast. Ik denk zo eentje of zo. Maar Bob heeft ook best wel een groot canvas. En aangezien mijn canvas een beetje kleiner is, neem ik een kleine kwastje. Dus afhankelijk van wat voor oppervlak je gaat beschilderen, moet je even een passend kwastje zoeken. Ik ga voor dit. Alsof ik er verstand van heb. Ik laat Bob even kletsen. Oké, ik doe eerst het voorbereidende werk. Dus ik ga een beetje rood met geel mengen. Oh, oké, dat wordt dus oranje, logisch. Nou, ik vind het wel wel iets zo. Nou, de beste man is dus van plan om eerst een zonnetje te gaan schilderen. En je moet dus eerst bedenken waar je zon woont. Nou, met geel, een beetje geel, zo. Zoals Bob Ross ook doet. Nou, hier. Prachtig. Oh, die zon is natuurlijk wel een beetje rond. Shit, het is een ei. Dan een beetje wit. En een beetje rood. Maak er roze van. Dus gelukkig mag ik toch nog met roze schilderen. En wat doet hij dan? Nou, een beetje zo om die zon heen. Ik ben dus heel kritisch met wat ik in mijn huis hang. Mijn vriend die is altijd verdrietig. Omdat hij altijd allerlei dingen in huis wil hangen die ik dan niet mooi vind. En andersom ook trouwens. Dus mijn Bob Rosje is niet per se wat er in mijn huis mooi staat, denk ik. Mijn vriend is heel erg van de foto's. En dat is natuurlijk wel heel gezellig en heel persoonlijk. Alleen... Ik hoef niet per se foto's van iedereen door mijn hele huis te hebben. En foto's van reizen, dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Dus die hangen wel. Ik moet nog concentreren ook bij dit genoeg. Dus ik denk dat je beter... Ik wil hier bijna een slok van nemen. Het ziet er zo lekker uit. Een soort van oranje. Dus ik denk dat je misschien beter een groter paletje kan nemen als je dit thuis gaat doen. Tipje alvast. Ik zat vroeger wel op de knutselclub. Daar was ik heel goed in. Weet het? Nee, het heette niet de knutselclub. Dat heette de timmerclub. En de scouting ook. Dus hè, ieder zijn talent. Nou, dit is mijn fantastische kunstwerk tot nu toe. Het is een beetje een abstracte interpretatie van wat Bob heeft gedaan. En ik denk ook dat mocht je met zo'n mooi houten ding aan de slag gaan, dat je misschien dit even moet primen met iets. Of wit schilderen of iets ermee doen, zodat het er niet in verdwijnt. Hij doet een beetje zo. Oké, je hoeft dus je kwast niet nu te wassen. En dan gaat er een beetje blauw in, zodat je een beetje lila kan maken van het roze wat je net hebt gebruikt. Bij mij wordt het veel te blauw. Ik word hier niet per se heel rustig van. Ik word hier meer een beetje...
Dus ik denk dat het wel een hele rustgevende bezigheid kan zijn. Ik denk dat het heel chill is als je het niet op video hoeft te doen. Om thuis lekker een beetje Bob Ross te volgen. Want eigenlijk een beetje zo schilderen, een beetje nadoen wat hij zegt. Dus je hoeft niet zelf te bedenken. Lekker een beetje kliederen zo. Het is denk ik wel een hele rustgevende bezigheid. Super chill om lekker thuis te doen met een drankje erbij en een snackie. Flashback. Dit is echt chill. Chill. Hoe oud ben ik? 12? A few moments later. Super chill om lekker thuis te doen met een drankje erbij en een snackie. Oké, dus we hebben een zon in het midden. Die is een beetje rood. Nee, niet rood. Die is oranje geel. Prachtige roze zonsondergang. En daar wordt het paars en blauw. Het is fantastisch. Oh, leuk. Hij doet het ook met zijn vingers. Vingerverven kan allemaal. Hier en dan in de zon. Oh, oké. Ik snap niet waarom het bij mij zo donker is dan. Misschien ben je zo. Nou, het is echt heel lelijk geworden zoals ik al had voorspeld. Maar het is wel leuk om te doen. Het is wel... Ik ben wel lekker creatief bezig. Oh, hij blijft maar met dat zwart. Dat is een hartstikke zonde, Bob. Ik pak er even een grotere kwast bij. Want ik zie net dat je gewoon lekker grof overheen mag. Nou, dat lelijker kan hij niet. Dus het lijkt me een super idee. Oh! Oh, ik heb per ongeluk door de zon. Ik heb per ongeluk door de zon heen geschilderd. Nou, ja, kijk, ik doe echt precies wat deze man doet, maar het wordt niet precies hetzelfde. Oh, hij doet het met een spatel. Hoe ga ik dat doen dan? Nu komt wel het leuke gedeelte. Dit zijn de beroemde Bob Rosbergen. Het gaat ook, hij doet het ook echt zo, woep, woep, woep. Alsof iedereen dat kan. Nou, ik kan je vertellen, Bob... Dat gaat niet. Ik heb echt heel veel tijd in de bergen doorgebracht. Ik vind ze echt prachtig, maar het is onmogelijk om dit te schilderen voor mij. Nou, zo'n beetje. Zonder spatel, toch bergen. En dan ga ik nu met wit eroverheen voor sneeuw. Volgens mij hebben we dat echt één grote bende. Moet ik dit niet eerst laten drogen of zo? Nou... Ik los het even creatief op met stempelen. Ik vind mezelf dus echt helemaal niet creatief. Maar vriendinnen zeggen altijd dat ik wel creatief ben met kleding of met teksten. Ik ben natuurlijk tekstschrijver. Dat weten misschien niet heel veel mensen die deze video's kijken. Maar ik heb mijn eigen tekstbureau. Dus daar ben ik wel creatief in. Maar ik ben niet creatief met knutselen en al dat soort dingen. Ik vind het wel heel leuk om te doen. Dus ik vind dit eigenlijk ook heel leuk om te ontdekken nu en om te proberen. Maar ik ben er gewoon niet goed in. En ik wil graag goed zijn in dingen. Maar goed, oefening baart kunst. Dus ik moet het gewoon vaker doen, denk ik. Mensen die goed zijn in tekenen, die kunnen dit waarschijnlijk ook wel heel goed. Nou, het is een beetje sneuwberg. Bob gaat hier dus met een spatel overheen. Dus haal een spatel in huis als je dit wilt doen. Dan krijg je dus hele mooie soort van structuurtjes erop. Waardoor het lijkt alsof er sneeuw op de bergen ligt. Nou, in mijn geval heb ik het gestempeld met de kwast. We zijn nog niet eens op de helft. Oh, hij doet nog een beetje blauw of zo. Het wordt er niet beter, hoor. Nou, we gaan weer met roze en rood en allerlei mixen van kleuren. Dat het een beetje paars wordt. Een beetje paarsbruinig. Hij stempelt dat gewoon een beetje zo. Hop, 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 hop. Het is wel heel leuk om te zien hoe hij dat doet en hoe makkelijk het eruit ziet. En ik denk dat als je een beetje dezelfde materialen hebt dat het misschien... en een beetje talent, want daar ontbreekt het hier aan, dat het op zich ook echt niet heel moeilijk is. Alleen voor mij is het gewoon heel moeilijk. Ik denk dat heel veel mensen dit wel echt kunnen. Hij gaat nu met heel veel wit. Dat lijkt me een heel goed idee. Ik snap niet waar dat wit voor is, maar oké. Okay. Als ik wil ontspannen of me-time kan gebruiken, dan kijk ik heel vaak YouTube-video's. Ik vind dat zo heerlijk. Als ik mijn make-up aan het afhalen ben of als ik aan het koken ben, dan kijk ik YouTube-video's. Ik vind dat echt ontspannen. Gewoon dat iemand anders tegen me zit te kletsen en ik gewoon lekker zit te luisteren. Of ga ik naar buiten, een rondje wandelen met een luisterboek in mijn oren. Meestal zijn er geen andere mensen bij betrokken als ik me aan het ontspannen ben. Oeh, dat klinkt heel raar. Knip dat er maar uit. Oh, kijk, kijk, kijk. De beroemde bomen komen nu. Nou, zover was ik nog niet. Maar kunnen we een beetje doorspoelen, een beetje opschieten met deze handel?
Ja, maar hij is nog maar op de helft. Dus ik weet niet wat deze beste man allemaal nog gaat doen. Ik ben al bijna aan de onderkant van mijn plateautje. Kijk, hij maakt ijs. Zo, door wit en blauw een beetje door elkaar. En dan komt er dus een beroemde Bob Ross boom op. Alleen, dat heb ik even gemist omdat ik zat te kletsen. Oké, ik spoel Bob even terug, want ik zag hem zo'n supercoole boom maken. Oh, wat gebruikt hij nou? Oké. Nou. Wens me succes. Waar zit hij ergens? Ergens voor dit ding. Oh, nee! 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 Oh, dit gaat helemaal niet goed. Die kwast groot genoeg is. Deze kwast is namelijk een beetje te groot hiervoor. Hele boom in de soep. Oké, druk omhoog, zegt hij. Druk omhoog. Nou. Oh. Nou, leuk is het wel, maar... Nou, op zich is het best een boom. Niet zoals hij het doet, maar... Oké, en dan? Oh, die onderkant van de boom, die verdwijnt bij hem een beetje in een soort van sneeuwhoop of zo. Ja, Bob, zo kan ik het ook. Nou, als je weet dat het een boom is, dan denk je dat het een boom is, toch? Dat is een beetje een grote boom, maar die staat nou eenmaal dichterbij dan bij Bob. Oh, moet nog een boom. Oké, dat is jammer. Net lukte het nog een beetje, die boom. Maar nu heb ik een soort van struik. Oh, wat erg. Oh, misschien zo, of niet? Nee, ook niet. Nou. Nou jongens, ik adviseer je zeker om dit thuis te proberen. Al is het alleen maar om even lekker met elkaar te lachen. En als je dat dan met vrienden samen doet, gewoon even elkaar videobellen. Fantastisch. En dan elkaar pas aan het einde het resultaat laten zien natuurlijk. Hoe meer bomen ik maak, hoe minder mooi ze worden. Oh, dan moeten ze ook nog even wit sneeuw op natuurlijk. Wel ja. Maar hoe kan het ook dat bij Bob dat al die kleuren niet door elkaar gaan? Dat is toch onmogelijk? Nee! Oké, Bob, ik heb het wel gezien met je. Ik word steeds beter in hier. Kijk, dat kunnen twee dingen betekenen. Of ik ben er klaar mee. Of ik heb het te pakken. Nou, ik begin nu wel een beetje te twijfelen of ik dat aquarella wel moet proberen. Want blijkbaar is het echt best wel heel erg lastig. Lekker creatief zijn. En lekker cadeau geven daarna aan iemand. Hij stempelt er echt op los hoor. Denk je dat hij klaar is? Gaat hij nog heel dat schilderij in een soort van mos of zo voorzien? Oh ja, dit is gewoon beter. Je moet gewoon een beetje wild rammen erop. Eigenlijk moet je er niet te veel bij nadenken. Dan gaat het het best. Kan ik dat ook overslaan? Nou, het is fantastisch. Dit is hem geworden. Ik moet eerlijk zeggen... Ik vind hem niet mooi, maar ik vind hem ook niet zo lelijk als dat ik had verwacht. Tadaa! Dus iedereen kan schilderen met Bob Ross, blijkbaar. Oh, ik moet hem nog ondertekenen. Wacht. Bob Ross deed het altijd met rood, toch? Nou, ik weet al met welke kleur ik volgende keer aan de slag ga, want deze goud is wel echt cool. Oké. Nou jongens, ik zou het super leuk vinden als je een keer met me meedoet. Dankjewel dat je hebt gekeken naar deze video. Volgende keer zijn we weer met een andere video dan niet mijn schildertalent. Doe vooral een duimpje omhoog als je dit leuk vond om dit gezellig met mij te doen. Vergeet niet te abonneren, zodat je altijd als eerste op de hoogte bent van al onze nieuwste video's. Ik hoop je volgende keer te zien. Tot dan, doei!